In mijn vorige video vertelde ik je hoe je kunt stoppen met denken aan iemand. Hoe je iemand eindelijk kunt loslaten. En een van de reacties die ik kreeg op die video was de volgende. Mooie boodschap, Matthijs. Ik herken mezelf in de video. Alleen ik merk dat er een hardnekkige gedachte is die steeds terugkomt. Namelijk dat hij de ware was. Hij was zo speciaal. Hoe laat ik die gedachte los? Mooie vraag. En in de video waar deze vrouw aan refereerde, beschreef ik dat hoe het hebben van een relatie of het verkrijgen van aandacht van een man in sommige gevallen bepaalde tekorten en emotionele behoeften moet opvullen. Wat betekent dat jij misschien met bepaalde gedeeltes in jezelf rondloopt die verlangen naar goedkeuring, naar erkenning, naar connectie, naar veiligheid, naar liefde. En in plaats van dat je dat in de directe relatie met jezelf vindt, heb je beschermers ontwikkeld die dat vooral in de buitenwereld willen vinden. Door bijvoorbeeld een man die uitspreekt dat hij van je houdt. Alleen dan kan je eventjes rustig voelen, kan je je eventjes goed genoeg voelen. En deze delen binnen in onszelf kunnen soms zo hard schreeuwen op het moment dat de emotionele behoeften hoog genoeg zijn, dat ze ons beeld van de realiteit vertroebelen, dat ze dat inkleuren. Waardoor het zelfs zo kan zijn dat je een beeld hebt van een man dat hij de ware is, zelfs als die persoon jou niet wil. En in sommige gevallen zelfs overduidelijk laat zien dat het geen geschikte, liefdevolle partner is. Soms hebben ze best wel destructieve kantjes. Of spreek maar gerust van kanten. Maar de delen die bij jou getriggerd worden, die aangeraakt worden in het contact met die man, die geloven dat dit de persoon is die hen eindelijk in die basisbehoeften gaat voorzien, zodat ze kunnen rusten. Dus in deze video leek het me mooi om dieper in te gaan op die basisbehoeften en te laten zien hoe ze jouw perceptie van een man kunnen beïnvloeden en hoe je ervoor zorgt dat je die basisbehoeftes gaat voorzien in de directe relatie met jezelf, zodat je eindelijk al die gedachten en die gevoelens die je bij zo'n man voelt kunt loslaten en ruimte maakt om een gelukkige relatie binnen in jezelf, met jezelf aan te gaan en uiteindelijk ook met een partner die ook echt voor jou kiest en met wie jij een prachtige toekomst tegemoet kan gaan. Want hè, dat is wel fijn. Daar doen we het voor. Daar gaan we. Het verlies van emotionele gehechtheid. Wanneer je met iemand aan het daten bent, allemaal als je met iemand in een relatie zit, bouw je een emotionele band op. Het moment dat je die band verliest, omdat je de relatie verliest, doet dat pijn. Ons hechtingssysteem wordt dan geactiveerd. En dat noemen we in de volksmond ook wel liefdesverdriet. Dat is compleet normaal. Maar bij mannenbrein spreken we in sommige gevallen ook wel van liefdesverdriet plus. Waarbij er niet alleen gevoelens omhoog komen die te maken hebben met het verliezen van die persoon. Nee, er worden ook oude pijnen, oude delen geactiveerd bij dit verlies. Dan heb je te maken met liefdesverdriet plus al die ballast die jij wellicht nog uit het verleden met je meedraagt. En er komen dan dus pijnlijke delen, pijnlijke emoties naar boven die er voor deze hele situatie waarschijnlijk ook al waren. Alleen ze worden nu aangeraakt door de situatie. Zo coachte ik laatst iemand die mij vertelde dat de man met wie ze in een relatie zat de eerste persoon was in haar leven bij wie ze terecht kon met haar diepere emoties, met wie ze een diepe connectie kon ervaren. Want haar ouders waren allebei emotioneel niet echt lekker op haar afgestemd. En toen ze op haar 19e deze man ontmoette, voelde ze dat ze bij hem wel terecht kon met haar diepe gedachten en diepe gevoelens. Dus toen deze man na een paar jaar besloot om de relatie te beëindigen, had ze niet alleen het gevoel dat ze deze man en hun relatie verloor, maar ook de vervulling van de basisbehoefte aan connectie, verbinding en het gevoel dat ze echt gezien werd. Wat zich ook uitte in bepaalde overtuigingen dat ze die man nodig had om verbinding te kunnen voelen in zichzelf. En dat ze zonder deze man gedoemd was om opgezadeld te zijn met een eenzaam gevoel. En dit zorgde ervoor dat ze ook obsessief met die man bezig was, want hij was de oplossing voor allerlei delen die redelijk weggestopt waren bij haar, omdat die man enigszins in de basisbehoeftes van die delen kon voorzien. En al die delen kwamen nu omhoog. En die delen deden zoiets van, ja, hij is de oplossing voor ons probleem. En daardoor bleef ze op hem focussen, bleef ze aan hem vasthouden en kon ze hem dus niet loslaten. En wat ik tijdens de coaching met deze vrouw kon doen, was haar focus op die man afhalen. Die focus kwam voort uit een bepaalde beschermer die haar hielp om niet geconfronteerd te worden met al die emoties waar ze nog mee rondliep vanuit haar jeugd. Die beschermer die had zoiets van, hey, die man is de oplossing, dus ik ga hem aan hem vastklampen. Maar kon met haar werken om het vertrouwen te winnen van die beschermer, dat zij zelf vanuit haar kern van wie ze echt was, voor die delen, die al die emoties, die eenzaamheid, dat verdriet met zich meedroegen, om voor die delen te zorgen. En ze vanuit haarzelf in de directe relatie
in hun basisbehoeften te voorzien. Zodat ze verbinding ging voelen met die delen. En die delen dus niet meer die man nodig hadden om die verbinding te voelen. En dat zorgde ervoor dat die beschermer die zo op die man gefocust was, ook kon gaan rusten. Want die hoefde haar niet meer te beschermen voor allerlei gevoelens van eenzaamheid, verdriet en het gevoel dat ze geen connectie meer had, geen verbinding meer had. Want ze kon dat vanuit haar kern, vanuit wie ze echt was, aan die delen geven, zodat de beschermer ook kon gaan rusten en ze die man eindelijk kon loslaten. Verlies van zekerheid en angst voor het onbekende. Wanneer je lang met iemand samen bent, dan gaat die relatie op een gegeven moment onderdeel worden van jouw routine, van jouw dagelijks leven. En wanneer die relatie dan opeens wegvalt, word je dus geconfronteerd met het onbekende. Je moet je eigen leven als het ware weer opnieuw gaan uitvinden. En dat kan best wel veel gevoelens van onveiligheid of angst voor het onbekende oproepen, omdat die stabiele basis die de relatie was, opeens wegvalt. Je weet niet meer waar je aan toe bent. En als mens willen we de wereld voorspelbaar houden. Dus dit soort grote momenten van verandering zijn altijd spannend. En vooral wanneer jij de wereld sowieso al als een onzekere of onveilige plek ervaarde, omdat bepaalde delen binnen in jou wellicht geconfronteerd zijn in je verleden met een onveilige of onzekere omgeving die onvoorspelbaar was, dan kan het verliezen van die relatie wellicht extra veel angst met zich meebrengen, omdat je die veiligheid, de stabiliteit en die zekerheid niet ervaart in de directe relatie met jezelf. En die delen kunnen zich dan gaan vastklampen aan die relatie, omdat ze die zekerheid willen voelen. Daarom is het ook hier weer gigantisch belangrijk dat jij die delen in deze basisbehoeftes gaat voorzien. Zodat je een sterke overtuiging krijgt dat het goed gaat komen met jou. Dat je oké gaat zijn wat er ook gebeurt. Omdat je een bepaald fundament van zekerheid, stabiliteit en veiligheid in jezelf ervaart. Het gevoel om niet goed genoeg te zijn. Het kan zo zijn dat je relatie uitgaat en dat jij wordt overvallen door een sterk gevoel dat je niet goed genoeg bent. Dat wellicht voortkomt uit een geschiedenis van relaties die niet goed gingen of een dategeschiedenis waarin mannen steeds afhaakten. Het kan ook zijn dat je die boodschap hebt meegekregen in je jeugd door bepaalde dingen die je hebt meegemaakt of de omgeving waarin je opgroeide. Het kan zijn dat je gepest bent op school. Hoe dan ook, er zijn bepaalde delen binnen jou die verlangen naar goedkeuring, waardering, erkenning en zich niet goed genoeg voelen. En ook hier is het dan weer aan jou om die bevestiging niet in de buitenwereld te zoeken, maar inwaarts te keren en ruimte te geven aan die gevoelens. Zodat je die gevoelens kunt verwerken, kunt loslaten en vanuit jouw compassie, jouw liefde, jouw kracht, jouw helderheid er voor die delen kunt zijn, laten zien dat ze een plekje hebben in jouw interne systeem, zodat je ze in die basisbehoefte voor goedkeuring en erkenning kunt voorzien. Want dan zou het feit dat die relatie afgelopen is geen bevestiging meer zijn van het hele verhaal dat jij niet goed genoeg bent, maar gewoon een relatie die beëindigd wordt. En wanneer je er vanuit die neutraliteit en wellicht zelfs nieuwsgierigheid en compassie naar kan kijken, kan je heel veel leren over die hele relatie. Wellicht was dit met een partner die eigenlijk helemaal niet zo goed bij jou paste. Het kan ook zijn dat er bepaalde delen meegenomen werden in die relatie, vanuit jou, vanuit hem, die voor bepaalde patronen zorgden, waardoor die relatie is beëindigd. Waar je nu aan kunt werken, zodat je die patronen kunt doorbreken. Maar die ruimte ontstaat pas als je jezelf niet meer verliest in dat verhaal dat je niet goed genoeg bent. Nu, zo'n overtuiging dat je niet goed genoeg bent, kan ontzettend hardnekkig zijn, omdat je wellicht al een hele lange tijd met je meedraagt. Het wordt bijna aanvoelt alsof dat gewoon bij jou hoort. De identificatie met die overtuiging is heel sterk. En daarom kan het ook ontzettend lastig zijn om zo'n overtuiging los te laten. Ik kan het allemaal rationeel aan je uitleggen. Maar wanneer die overtuiging voortkomt uit een bepaald deel, die ook allerlei emoties met zich meedraagt, dan is het vaak te eng om echt open te staan voor dat gedeelte. Dat je waarschijnlijk andere gedeeltes hebt die bang zijn dat je dan overweldigd wordt. Dat je dan een soort van de beerput opentrekt en jezelf daar helemaal in verliest. Dus wat gebeurt er? Meestal blijven er dan bepaalde beschermers actief die je helpen om dat vooral weg te stoppen. Om daar niet mee bezig te zijn of afleiding te zoeken of wat het ook is. Dan is het heel belangrijk dat je een coach of een therapeut zoekt die je kan helpen om zowel het vertrouwen te winnen van die beschermers, een relatie op te bouwen waarbij ze jou geloven dat je dit aan kan, en zelf de tools te krijgen om ook echt naar die delen toe te gaan, ze laten zien dat je er voor ze bent, dat je die emoties kunt toelaten, verwerken en loslaten en rust gaat ervaren in je interne systeem. En dan is het heel goed mogelijk om dit soort oude overtuigingen los te laten
en je zelfverzekerd te voelen, vol eigenwaarde en zelfliefde in de liefde te staan. En als dit iets is waar jij mee aan de slag wil gaan, dan raad ik je aan om een gratis groeigesprek in te plannen. Dus met mij of met een van mijn coaches. Want dan kijken we naar jouw liefdesblauwdruk, naar de delen die daarin zitten, de emoties waar je mee worstelt, de negatieve overtuigingen, als ook de beschermers. En dan laten we je zien wat het proces is om een gezonde liefdesblauwdruk te ontwikkelen, waarmee je al die oude emoties en oude overtuigingen kunt loslaten en vanuit vertrouwen in de liefde komt te staan. Via deze link hier of via de link in de beschrijving kun je een groeigesprek inplannen. Je zal dan eerst een survey moeten invullen, zodat wij ook echt zien dat je serieus bent en dat je ook klaar bent voor zo'n gesprek en voor de coaching die we aanbieden. Dat wijst zichzelf allemaal wel. Dus mocht je voelen dat je hier echt mee aan de slag wil gaan en een positieve verandering in je liefdesleven wil, meld je dan aan voor het gratis groeigesprek. Idealisatie van je ex. Wanneer je worstelt met een laag zelfbeeld, kan het zo zijn dat je je ex op een voetstuk plaatst. En dat jij het gevoel hebt dat je meer hier staat. En dat je ex allerlei kwaliteiten toedicht die hem zo speciaal en zo bijzonder maken, dat jij eigenlijk maar blij mag zijn dat deze persoon überhaupt ooit voor jou heeft gekozen. En dan ontleende je vaak een stukje goedkeuring, een stukje erkenning uit het feit dat deze persoon in jouw leven is. Maar tegelijkertijd was er waarschijnlijk ook altijd wel een beetje een angst aanwezig van, ja, ik hoop maar dat die bij me blijft. Waar weer pleasende patronen uit voort kunnen komen. Of jezelf de hele tijd aanpassen, jezelf wegcijferen. Niet echt voor jezelf durven op te komen. Waar het dan om gaat, is dat je gaat voelen dat je een waardevol persoon bent. En dat jouw wensen en dat jouw grenzen ertoe doen. En dat wanneer je jezelf echt laat zien, op het moment dat je authenticiteit gaat tonen, dat de juiste mensen jou alleen maar meer gaan waarderen. En de mensen die niet het beste met jou voort hebben vanuit hun liefdesblauwdruk en hun patronen, dat je gaat merken dat die mensen langzaam uit jouw leven gefilterd worden. Of dat ze bijdraaien en dat ze jou wel het respect gaan geven dat je verdient. Wanneer je dat proces doorloopt, zul je merken dat je relaties ook veel gelijkwaardiger worden. En dat je dat fantasiebeeld over hoe fantastisch je ex wel niet was, veel genuanceerder gaat zien. Ja, hij zal vast prachtige kwaliteiten hebben. Maar je ziet ook dat hij gewoon een mens is. En ook bijgedragen heeft aan de dynamiek waar je met hem, hoe je met hem in een relatie zat. En dat hij ook kanten heeft die wellicht wat minder mooi zijn. Waar hij aan mag werken. En het is niet alsof je dan op hem gaat neerkijken. Nee, je staat open voor de totale persoon in plaats van dat je jezelf verliest in die roze bril en jezelf altijd minder voelt. Het verlies van identiteit. In sommige relaties vindt er een bepaalde samensmelting plaats. Je vergeet als het ware een beetje wie jij bent en wat je fijn vindt, omdat je zo erg op je partner gericht bent. En wanneer de relatie dan beëindigd wordt, kan het dus aanvoelen als een verlies van jouw identiteit. Je moet jezelf weer opnieuw gaan uitvinden wie je bent zonder je ex. Een belangrijke basisbehoefte die je dan in de relatie een beetje uit het oog bent verloren, zijn bijvoorbeeld autonomie, authenticiteit en vrijheid. En het is belangrijk om weer die dingen te gaan doen die jou een gevoel van identiteit geven, puur om wie jij bent, die met niemand anders te maken hebben. Je doet die dingen echt voor jezelf, omdat het jouw energie geeft, omdat het jou gelukkig maakt. Dan zal je merken dat je jezelf weer terugvindt en dat het loslaten van je ex makkelijker wordt, omdat je je weer een compleet persoon gaat voelen, puur in je eigen leven, los van hem. Zo. Dit zijn de 5 redenen die ik vaak terugzie bij mensen waarom ze het lastig vinden om iemand los te laten. Het kan natuurlijk zijn dat ik er een paar gemist heb. Laat me dan vooral weten in de reacties. Ik vind het altijd mooi om dit gesprek ook in de reacties voor te zetten. En als je nog vragen hebt over deze video, concept uit deze video, laat het me weten in de reacties. Ik lees alles en reageer op alles. En mocht deze video je inzicht hebben gegeven en jou geholpen hebben in je liefdesleven, dan zou ik het heel erg waarderen als je dit kanaal weer kunt helpen door deze video een like te geven, te abonneren of deze video te delen en door te sturen. Daarmee voorzie jij weer een beetje in de basisbehoeftes van dit kanaal. Dus ik wil je daarvoor alvast bedanken en ik zie je terug in de volgende video. Dikke kus van Ome Mattie.